Guantanamo, Irak, Noord-Ierland en Nederland. Over mensenrechten hebben we al snel onze mond vol. Maar wat zijn mensenrechten in één woord? Leven. Vrijheid, denk ik toch. Ja, ik denk vooral respect voor elkaar. Zeg maar. In de omgeving waar wij leven, met de mensen die je kent, heb je allemaal al wel een beetje hetzelfde leefomgeving en werk. Dus ik denk vooral dat je respect voor elkaar hebt qua geloof en alles. Bescherming van de mens. Ja, ik denk eigenlijk meteen aan mensen in derde wereldlanden. Ik denk aan welvaart. Dat ze gewoon goed in hun behoeften kunnen voorzien en zo. Dat vind ik daarbij het belangrijkste. En dat ze ook eerlijk behandeld worden. Respect voor elkaar. Ja, iedereen moet hetzelfde recht hebben. Niet omdat jij bijvoorbeeld moslim bent en je woont in een christelijk land, dat je daarom veroordeeld moet worden of zo. Dat zijn voor mij wel mensenrechten, ja.